Maar ik sta hier voor een ander onderwerp. Een ander onderwerp, ja, precies. Over regionale keringen. Ik wil even één vraag. Wie van u is ecoloog? Of klassificeert zich als iets meer in die richting? En meer een waterveiligheidswijkbeheerder? Nou, we hebben een mixer vandaag. Ja, want waarom sta ik hier nou? Ik sta nou liever hier. Ik ben zelf ook ecoloog. En ik werk veel in zoetwatersystemen. Veelal stromende watersystemen, maar ook wel ook de monitoring voor de zandige versterking van de houtrip bijvoorbeeld gaan. Dus ook golven zijn me niet helemaal vreemd. Ik werk in bijvoorbeeld met de waterschap A en Maas op het moment veel samen met de kleinere beeksystemen. Om daar vegetatiebeheer meer risicogestuurd weer te geven. En een van de discussies die ik wel vaak tegenkom is van ja, het is leuk natuur, het heeft eigenlijk ook wel heel veel waarde. En dit is een mooi plaatje, het is al wel wat ouder, inmiddels zijn er al veel mooiere plaatjes. Over hoe zit dat nou met stortstenen en natuurlijke oevers? He, harde oevers versus wat groenere oevers, de grey versus green wordt het ook wel eens genoemd. Dit is allemaal langs de Maas, drie balkjes waarop door Jan Kranenborg en collega's onderzoek is gedaan naar hoeveel vissoorten, hoeveel broed van vissen vinden we nou in die verschillende type oevers. En dan zie je dus dat bij de, ik moet even kijken of, ja. Dan zien we dus dat bij de stortstenen oevers het aantal aangetroffen soorten vis bij al deze locaties toch wel significant lager is dan in die natuurlijke oeversystemen. En wat natuurlijk de uitdaging is, is om al die verschillende doelen die je als waterbeheerder hebt qua waterveiligheid en ecologie, om die met elkaar te verenigen in je beheer en je onderhoud van je systeem. Hoe kan je zowel ervoor zorgen dat je aan je kaderrichtlijn waterdoelen voldoet, als ook hoe zorg je voor je droge voeten? En dat is hier natuurlijk wel een dingetje. Kan ik kiezen voor natuurvriendelijke oevers of moet ik voor een robuuste, stevige stortstenenkering zorgen? Nou ja. Dat gezegd hebbende werd ik betrokken bij een klein projectje voor Waternet, omdat 6 kilometer van de Amstel, bij Bilderdijk in de buurt, was afgekeurd. Hij was zowel wat ingeklonken, dat is een veendijk, dus hij moest een stukje omhoog, maar ook de bekleding was afgekeurd. Dat is een stortstenen bekleding en daar groeit allemaal riet op. En dat riet, dat wordt enorm gewaardeerd voor zijn natuurwaarde. Mensen in het gebied die vinden dat heel belangrijk dat dat daar staat. En het draagt bij aan de verbindingszones in het gebied voor ecologische waarden. Dus bijvoorbeeld ook een meervleermuis die hier langs vliegt. Daarnaast ook voor de vissen van belang. Dus de vraag was, kunnen wij die rietkragen nou eigenlijk behouden? Of, eigenlijk is de stortstenenbekleding zelf afgekeurd. Dus moeten wij hier de boel kaal maaien, stortstenen erop en weer van de vooraf aan beginnen? Ja, nou was dat een vervelende conclusie aan dat projectje. Er zijn geen rekenregels voor stortstenen met riet. En dus is het niet mogelijk om dat riet te laten meetellen in de stabiliteitsanalyse van die bekleding. Dat maakt het dus al wel heel erg moeilijk om te kijken hoe je die twee doelen die je hebt van ecologische kwaliteit en veiligheid van je keringen met elkaar in harmonie tot een nieuw plan te maken. En dan is de consequentie daarvan inderdaad dat die stortstenenbekleding op traditionele wijze gaat worden vervangen. En dat men dus gaat hopen dat dat riet weer terugkeert. Ja, dat vond ik zelf wel een beetje jammer, maar dat was nou helemaal zo. Er is een, hoe gaat dat beoordelen van stortstenenbekledingen nou? Nou ja, er is een handreiking, dijkbekleding, die gaat daar helemaal specifiek over. Die is wat meer gericht op zee- en meersystemen. Het gaat heel erg over golven. Faalmechanismen waar we het dan over hebben, dat is bijvoorbeeld als die stortstenen zo'n beetje langs je oever naar beneden glijden. Dat gebeurt nog wel eens. En je ziet ook hier dat mooie golf erbij getekend. En hier heb je dus een stukje waar het eigenlijk te weinig stortstenen zouden liggen. En er zijn zelfs ook al wat beslisschema's van hoe moet je dat nou toetsen ongeveer. Heeft dat ook nog een, zijn formules voor. Die komen uit een dikke rock manual.
daar wordt flink in gerekend. Je kan ook nog kijken naar reststerkte, eventueel met een geavanceerde toetsing. En als je het echt helemaal goed wil doen, dan kan je nog naar een schaalmodel. Nou, dat geloof ik dat dat niet heel veel gebeurt in de praktijk. Dus die hydraulische belastingen, ook in die handreiking, daar staat van wat zijn nou eigenlijk die belastingen. Daar worden er vier onderscheiden. Windgolven, ijsbelasting, stroming en scheepsgolven. Nou, die windgolven en die ijsbelasting, dat is echt wel iets wat je vooral bij de grote meren, de grote wateren, in belangrijke mate tegenkomt. En die stroming en die scheepsgolven toch wat meer bij je stortstenen langs de watergangen of waterwegen, om het even zo te zeggen. En als we het nou over die meren hebben, dit is de Houtripdijk. Dat is nogal een ding. Dat is een vrij grote jongen als we het hebben over stortstenen. Daar zit dan ook nog zo'n mooi laagje tussen de grasmat en de stortstenen ter overgang. Daar kunnen een aantal mensen heel veel over vertellen. En hoe zit dat dan met die golven in het meersysteem? Dat meersysteem dat is een vervelend ding, want je hebt golven onder dagelijks omstandigheden en onder extreme. En dat is iets waar Brechtje natuurlijk ook al wel, die heeft onder extreme heel veel gekeken. Nou, wij hebben op de Houtripdijk hebben wij 4 jaar lang golven gemeten. Dus vooral, dat noemen we dan allemaal dagelijks omstandigheden. Maar wat gebeurt er in een meer? Je hebt daar waterstanden. Dit zijn de gemeten waterstanden op die locatie bij de Houtripdijk. En hier staat de golfhoogte. En die kleurtjes, dat zijn de winden uit verschillende richtingen. En wat gebeurt er nou, is dat we als we de dagelijkse kleine golven hebben, dan zijn dat vooral winden uit west. Die kunnen eigenlijk overal vandaan komen. Hieronder zit een heleboel. Als het nou een beetje harder gaat waaien, dan komen die golven allemaal uit het zuidwesten. En dan kunnen we in één golven hebben tot 1 meter. Maar wat zien we dan ook? Dan gaat die waterstand omhoog. Wat dat betekent, is dat als je een storm hebt, dan heb je golven en een hogere waterstand. En die zijn direct aan elkaar gekoppeld. En dat betekent dus ook dat het aangrijppunt voor zo'n golf waar die klapt anders is. En dat we daar hele rare patronen ook doorzien in hoe zo'n oever zich ontwikkelt. Ik wil het daar even bij laten, maar die windgolf in keringen langs meren is echt anders dan de golven waarmee gerekend wordt langs de kust. He, want daar zit je in je getijden. Nee, maar hoe het zit in wat je in je dagelijkse omstandigheden versus je extreme omstandigheden zit. Tuurlijk. Oké, we gaan er later even over verder. Dit vind ik een heel mooi plaatje. Het had over het andere faalmechanisme. Dat zijn die ijsschotsen die dan zo'n stortsteen een stuk verder omhoog kunnen gewoon transporteren door het kruiende ijs. Maar dat zijn allemaal losse stortstenen. Hè? En nu is dus ook de vraag, van, kan de riet daar nou, als dat tussen die stortstenen groeit, kan dat nou bijdragen aan het vasthouden van die stortstenen? En kan dat ook bijdragen aan de stabiliteit van die stortstenen? En ik sta hier niet omdat ik jullie een resultaat van een studie wil demonstreren of vertellen, maar ik sta hier omdat ik denk dat dat iets is wat we nog eens even goed met z'n allen moeten nadenken over. Is dat nou zo en wat weten we dan over? Wat voor kennis hebben we nou? Nou, want we hebben namelijk wel het een en ander in kennis en die kennis die is al best wel oud, ook uit het buitenland, maar hartstikke goed. We hebben Hugo hier in de zaal, die heeft hier lang geleden grote proeven aangedaan aan de beschermende werking van oeverplanten. Dit waren ook golven met riet. En hier ging het over een. Ik laat jullie nu wat slides zien. Dit zijn allemaal screenshots uit een filmpje van 25 minuten over een grootschalige proef die in begin jaren 90, 3 jaar lang is uitgevoerd in de buitengoten van het toenmalig waterloopkundig laboratorium, samen met RISA en nog een aantal andere partijen, waarbij in een grote bak zowel riet als mattebies is getest in hoe goed zij met golven om kunnen gaan. Hè, omdat we hier zijn twee soorten riet en hier staat het mattebies. Er is ook nog een stukje wat ze kaal hebben gelaten. Een stukje wat riet en mattebies waar haast geen golven bij komen. En hier krijgen ze wat minder golven. En dat is 3 jaar lang uitgebreid bemeten en betest. Conclusies uitgetrokken.
Er is niet alleen gekeken naar hoe groot dat riet is en hoe sterk dat riet is, hoe buigzaam het is. Dat is wat hier wordt gedaan. Er zijn ook een aantal rekenregels uit voortgekomen. En er is zelfs nagedacht in een computermodel, 1994, hebben we het over, 93 misschien wel, hè? Waarin al werd nagedacht over van als je dus riet gaat meewegen in golfreductie, kun je dan ook nog strategieën bedenken om dat riet dusdanig te onderhouden, dat je bijvoorbeeld door alternerend maaistrategieën in te schakelen, wel altijd een bepaalde golfreductie voor je kering kan realiseren. Nou, dat is natuurlijk best wel leuk, want dat betekent dat we dat eigenlijk al wel redelijk kunnen. Dit is een foto van hoe dat er dan in de praktijk uitzag. Dit is een vrij grote proef qua tijd, qua doorlooptijd, qua meten, qua dingen. En in dat eerste seizoen is vooral een beetje gewacht. Als je ergens nieuwe vegetatie gaat aanleggen, dan moet dat eerste jaar zich toch een beetje stabiliseren. En dat is nog wel een punt van discussie, denk ik, ook voor later. Hoe overbrug je die periode nou? Nou, hier is ervoor gezorgd, hier wordt ook aangeraden van, laten we vooral proberen dat eerste seizoen die planten wat minder te belasten. Want dan zijn ze net geplant, dan moeten ze nog goed wortelen. Dan is dat wortelstelsel ook nog niet echt stevig. Maar er zijn allerlei tijdelijke voorzieningen voor te verzinnen. Hè? Dus hier is bijvoorbeeld een plaatje. Als je goed kijkt, zie je hier van die houten permeabele dammetjes waarachter dat staat. En die kunnen gewoon na verloop van tijd die hoef je niet te onderhouden. Die vallen misschien vanzelf. Of je haalt ze er weer uit en je gaat ze ergens anders gebruiken. In dat tweede seizoen is serieus gegolfd. Veel en lang. Met golven van 15 centimeter hoog. Nou, noem dat golven die je vaak onder dagelijkse situaties een beetje wind tegenkomt in dit soort systemen. En dat ging eigenlijk heel erg goed. Daar konden riet en mattebies heel goed mee omgaan. Hè, dus die vegetatie die kan best wel wat hebben als het gaat over golven. En wat ook belangrijk is, zeker in dit soort systemen, is dat die golven natuurlijk die komen elke dag. Kijk, een extreem event, dat heb je in één keer en daarna heb je een periode van relatieve rust. Maar dit zijn golven die je continu hebt. Dus dat is een soort van het schuren van je voet in een schoen, dat op een gegeven moment een blaar kan veroorzaken of vervelend gaat doen of niet meer er tegen kan. Dat is een ander principe van schade wat zou kunnen optreden. Daarna, in het derde seizoen, zijn er ook golven getest die hoger zijn, tot 25 centimeter. En dat riet dat kon dat goed hebben en die mattebies die vond dat toch iets minder. Nou zul je dat in het veld ook wel zien, dat op de meest geëxponeerde plekken vind je ook vooral riet. Dat is ook degene die daar blijft staan en die dat weet te overleven en die daar geen problemen mee heeft. Die zal op dat soort geëxponeerde plekken ook geen mattebies vinden in de praktijk. En er is natuurlijk ook daar gekeken naar van kan dat dan, hoeveel reduceert het dan? Nou best wel veel. En incidentele golven van 40 centimeter, die komen in zo'n test natuurlijk dan ook voorbij. Dus dat zijn best nog wel golven waar je wat mee kan. Ik vond het wel mooi. Het rapport is er ook gewoon nog hoor. Daar staan ook rekenregels in over waar moet je dan op letten. Het gaat over de golfhoogte in de vegetatie, de inkomende golfhoogte, maar ook bijvoorbeeld die biomassa met die bladeren. Hoeveel kilogram dove stof, hoe stijf is dat riet en wat is de dichtheid van dat riet? Dat zijn eigenlijk de eigenschappen die daar een rol bij spelen. Maar wat misschien dan wel veel leuker is, is dat er niet alleen is gekeken naar die golfreductie, want dat kunnen we inmiddels wat mij betreft best wel aardig mee rekenen, maar dat er ook is gekeken naar de sterkte van het substraat begroeid met vegetatie. Nou was dat daar zand en zand met klei. En de conclusie was, in die bakken waar dat riet in stond, daar was de erosie 7 keer zo weinig als in de bakken waar helemaal niks stond. Dat riet draagt echt enorm bij aan het reduceren van erosie, omdat riet ook een uitgebreid wortelstelsel vormt. En dat is echt een enorme mat. En dat is een mat die natuurlijk onder water zit, of op de oeverlijnen, veelal nattig. En is gewoon heel stevig. Nou, dat even in het achterhoofd. We nemen even een sprongetje naar de waterwegen.
Water weggeven natuurlijk veel ander type hydraulische belastingen. Golven komen er wel voor, maar dat zijn dan geen windgedreven golven, maar dat zijn scheepsveroorzaakte golven. En zo'n schip heeft een boeggolf en een hekgolf. En daartussen gebeurt ook nog van alles in hoe je hier allerlei hobbels voorbij ziet komen. Dus de veranderingen in het waterniveau over langs de oever, als er een schip voorbij komt. En daarnaast creëert zo'n schip ook nog een enorme stroming. Een soort van zuigstroming, omdat die voorbij vaart. Want dat water wordt eigenlijk een beetje aan de kant geduwd. Nou, dat wil weer terugstromen, dat duwt ook dat schip weer een beetje opzij. En daar zijn dus ook allerlei rekenregels al wel voor beschikbaar. En ondertussen in Duitsland zijn zij al een stukje verder op dit onderwerp. Dit is Petra Fleischer en zij werkt bij de BAW. Dat is een soort van onderzoekscentrum in Duitsland. Dat samen met de beheerder, de BFG, kijkt naar technisch-biologische bank protection. Nou, wat bedoelen ze daar nou mee? Waar doen ze het voor? Dat is misschien ook wel interessant. Dat is natuurlijk kijken of je technische, ecologische aspecten kunt samenbrengen. Zij hebben natuurlijk te maken met dezelfde Europese wetgeving als wij. En zij hebben te maken met hetzelfde type water. En zij doen het ook nog eens een keer langs de Rijn. Dus het is ook niet een heel klein waterweg. Maar of een grotere kanalen met grotere schepen. En daar vragen ze zich ook af. Dit is gewoon echt een slide die ik even van haar heb geleend. Kunnen we van dit naar dit? Hier staat iemand in trouwens. En dit is geen riet. Dit zijn wilgen. Dit is wilgen die ze op een specifieke manier beheren, waardoor het wel altijd zo een beetje zo grassig eruit blijft zien. Dus het wordt heel kort gemaaid af en toe. Ze zijn hier ook aan het experimenteren met allerlei verschillende setups, waarin ook geotextiel wordt gecombineerd met vegetatie, met gabions. Dat zijn van die metalen kooien waar dan stortstenen in zitten en waar ze dan ook weer vegetatie tussen leggen. Dat is een onderzoek wat ze dus op meerdere pilots over hebben. En ze kijken dus bijvoorbeeld ook naar hoe zit dat dan met die wortels en heeft dat dan, hoe zit dat dan met, hoe houdt het zich dat dan vast aan die bodem? En dat is dus wel interessant, want zowel de shoots, dus de bovengrondse stukken, die beschermen tegen de erosie, maar ook de wortels. Want die verbeteren ook de soil properties daar. Dus daardoor gaat de bodem ook minder aan het glijden. Nou, heb ik helaas niet kunnen vinden, en ik weet dus ook niet of ze dat hebben, een versie van deze experimenten waarbij ze dus de stortstenen ook nog tussen het riet hebben liggen. Maar ik denk wel dat we er veel van kunnen leren. We hebben het alleen nog niet gedaan. We hebben nog niet gekeken van hoe vertaalt dit zich nou naar de Nederlandse situatie. Maar ze zijn er al wel een heel eind mee, want ze hebben ook al gepubliceerd een aantal beslisschema's. Nou, het is niet zo goed te lezen en ik wil dat niet te dicht. En een aantal drempelwaardes voor erosiebeschermdheid van verschillende designopties. Dus dat geeft al wel weer dat ze er behoorlijk serieus mee aan de slag zijn om te kijken van wat levert dit ons nou in termen ook van erosiebestendigheid. Naast de hele ecologische waarde die ze ook flink monitoren. Een belangrijk aspect is het beheer en onderhoud. We hadden het er net eigenlijk ook al een beetje over. Natuur is iets wat zich ontwikkelt in de tijd. Dat wil je op de een of andere manier, als je daar veiligheidsafspraken mee wil maken, een beetje in de gaten houden hoe dat zich ontwikkelt. En tegelijkertijd zullen de ecologen binnen een waterbeheerende organisatie ook heel graag willen weten voor de kaderrichtlijn waterdoelen hoe dat nou zit. Want die kijken naar waterplanten, oeverplanten, macrofauna, vissen, vogels, amfibieën, zoogdieren. Allemaal dingen waar we wat voor moeten doen met z'n allen. Stel nou dat je dus een natuurvriendelijk oever aanlegt. Dit zijn echt natuurvriendelijke oevers. Die hebben nog geen waterveiligheidsdoel, voor zover ik het. Of een echte waterveiligheid aangelegd vanuit de waterveiligheidsgedachte. Michelle, ben ik daarin correct? Want ik weet dat je. Waar zit je nou? Kijk eens over. Kijk naar de perl. Ja. Michelle heeft dit gedaan samen met een toenmalig collega van haar.
Dit waren volgens mij, hier was veiligheid niet zozeer een ding. Nee, hè? Het ging echt over de ecologische aspecten alleen. Maar wat ik wel aan jullie mee wil geven, is dat je dus ziet dat in de jaren naar aanleg, die verschillende dingen waarop wordt getoetst vanuit de ecologie, hoe veranderen. En hoe donkerder, dus hoe mooier, hoe beter het eigenlijk is. En hoe beter het voor ze is. Dus je ziet ook dat die oeverplanten na een jaar of vijf, eigenlijk vanuit ecologische waarden, het echt goed doen. Dat duurt even, die moeten even opstarten. En datzelfde geldt ook voor amfibieën en zoogdieren, vogels, die moeten het even vinden. Die hebben even tijd nodig om te arriveren, macrofauna doet dat wel ietsje sneller. En die waterplanten, nou, die worden op een tijdje, wordt die oever, die wordt dusdanig door die oeverplant ingenomen, dat die waterplanten dan niet zoveel te zoeken meer hebben. Dus dat betekent wel dat, dus aan de ene kant heb je het aanleggen, hè, of ook het bepalen van moet ik iets omdat er iets is afgekeurd. Maar daarna, dan moet je dus komen met een projectplan van oké, we gaan iets verbeteren, we gaan het weer up-to-date maken. Dan moet je ook nadenken over beheer en onderhoud. Omdat beheer en onderhoud van natuurlijke systemen danig anders is dan een stortstenen oever. En dat is iets wat in mijn ogen, ook bijvoorbeeld bij de Houtripdijk, niet goed of niet vroeg genoeg in dat stadium van planning en project maken erbij is getrokken. Waardoor ze nu eigenlijk een beetje met de handen in het haar zitten van hoe gaan we het eigenlijk nou beheren en onderhouden? En vooral dat onderhoud, het jaarlijkse, hè, wat moet de beheerder doen? Moet hij gaan maaien? Moet hij gaan grazen? Of moet hij koeien erop laten zetten? Of helemaal niks doen? Dat bleek bij de Houtripdijk nog wel. Als je niks doet, dan krijg je echt prachtige moslagen die heel erg stabiel zijn voor het stuiven, want daar ligt zand alleen maar, hè, dat gaat alleen tijdens grootschalige golfevents aan de wandel en dan mag het ook aan de wandel gaan, maar daar wil dus vegetatie om het stuif tegen te gaan, zodat het niet de weg opgaat. En dan is die mosvegetatie eigenlijk hartstikke interessant, vanuit een ecologisch perspectief. Dus je krijgt er een ander. Dus daar moet je wel even rekening mee houden. En ook van welke aspecten moet je dan allemaal monitoren? Moet je nou alleen kijken naar soorten, maar hoe kijk je ook bijvoorbeeld naar die sterkte aspecten van vegetatie? Zeker als je daar wat mee wil gaan doen. En heeft waarschijnlijk ook nog wel implicaties voor de financieringsstructuur. Misschien kan je iets aanleggen of iets niet of iets laten zoals het is, waardoor je minder geld uitspaart in dat initiële stuk. Maar heb je misschien meer kosten in beheer en onderhoud? Of gelijke kosten of andere kosten? Nou, dat zijn dingen die je al aan de voorkant moet afdekken. Maar als je dat kan doen, dan heeft het heel veel meerwaarde. En de vraag is ook van wanneer is het nou af? Nou, hoe nu verder? Eigenlijk is dit het opstapje naar de Mentimaker die we hiervoor gemaakt hebben. Er is kennis over stortstenen en belastingen. En over hoe we moeten rekenen aan golven en stromingen. Er is ook kennis over hoe vegetatie in algemene zin op die hydraulica reageert. We weten ook iets over hoe het zich ontwikkelt in de tijd. En er zijn ook al nieuwe toepassingsbereiken in het buitenland zijn ze er al een stukje verder mee. En de vraag is eigenlijk, moeten we dat nou eens een keertje gaan overdenken voor de Nederlandse regionale keringen? Nou, dat is dus eigenlijk, de vraag aan jullie. En ook de vraag van, is dat iets om over na te denken? Willen we hier iets mee de toekomst in, ja of nee? Of gaan we gewoon lekker verder zoals we al bezig zijn? En vinden we dat goed genoeg? Daar wou ik het dus bij laten. Laten we naar de Mentimeter gaan. Er staat er af.